Welke touw? Nee, die is er niet meer. Ja. Je zegt wat je wilt, het is een mooi plein. Oh, het is zo, zet daar pas ergens. Ja. Oh ja.
Nou, ik zie, we hebben grote trams hier vandaag te gast, maar ik zie ook twee kleintjes. Hoe ben je tot deze ontwerpen gekomen? Nou ja, kijk, Lego is natuurlijk altijd een grote hobby van mij geweest. En ja, nu dat het 75 jaar plezier is, ik was er al een tijdje mee bezig. Ja, heb ik ze gebouwd. Ik ben er drie jaar mee bezig geweest, daar heeft ongeveer 180 uur in gezeten. Dus ja, vandaar dat ontwerp. En mooi op tijd klaar, net voor het jubileum. Dus ja, Lego is wel een passie voor mij. Ja, en ik zie ook dat ze de proporties kloppen ook. Ja. Ja, dat is een stukje waar ik heel hard aan heb gewerkt. Dus dat het wel best wel gedetailleerd is. Het komt aardig overeen. Ja. Ook in samenwerking met andere modelbouwers ben ik ook aan de stickers en de reclames gekomen. Ja, dat heb ik erin verwerkt. Dus. Ja, ik zeg altijd zo, de Haagse PC heeft wat ik dan noem een rond kontje. En die is wel heel moeilijk om na te maken. Ja, dat klopt. Dat heeft me heel veel kopzorgen gegeven de afgelopen tijd. Maar zoals het er nu uitziet ben ik er zeer tevreden over. En ja, er zijn meerdere mensen die dat ook vinden. Die hebben ook zo'n voertuigje aangeschaft bij mij. Nou, ik ben Maurice Permetier en ik kom uit Kwinzeel. Nou, ik werk ook bij de ATM en ik ben ook vrijwilliger bij het HVM. Dus ja, in dat geval heb ik dus allerlei toegang tot... Tot alle details van het voertuig, zeg maar. En als meer mensen meer willen weten over de trams? Nou, dan kunnen ze kijken op mijn Facebookpagina. Dat heet Brick Creations Westland. Nou, je kan daar gratis voor aanmelden. En dan wordt hij geaccepteerd in de groep. En als je dan interesse hebt voor een model, er zijn ook meerdere modellen van Haagse trammetjes, dan kunt u een privéberichtje sturen en dan kunt u een voertuig aanschaffen. Waardoor je niet hele serie doet. Dat kastje. Dat is precies voor die partner.